Ik ga chips maken van aardpeertjes. Hoi, ik ben Elke van Veganistisch Koken. Chips van aardpeer, dus is iets anders. Maar in een vorige video had ik het al over aardpeer, dus die kan je zeker ook nog eens bekijken. En ja, wat je daar allemaal zoal mee kan doen. Maar in deze video ga ik er chips van maken. Ik ga hem in de oven doen. Dat is ietsjes gezonder, heb je wat minder olie nodig dan frituren. Maar frituren kan je ook, als je dat liever wil doen. En ja, ik ga beginnen met de aardpeer in dunne sneetjes te snijden. Het is een biologische, dus ik laat de schiller aan. Maar ja, als je liever geschild wil hebben of je hebt een niet-bio, dan kan je die uiteraard ook schillen. Dus je kan kiezen, je kan een mesje gebruiken of je kan met zoiets, een mandoline of eender op welke manier je graag dunne schijfjes gaat snijden. Zorg ervoor dat je sneetjes ongeveer even dik zijn, zodat ze even snel klaar worden in de oven natuurlijk. Ik heb de oven net voor verwarmd op 180 graden. Nu ga ik de aardpeerschijfjes in de kom doen. Ik ga ze eerst met een beetje keukenrol wat deppen. Hoe natter ze zijn, hoe langer het natuurlijk droogt, duurt voor het droogt in de oven. Ja, als je een droog oventje of zo hebt, dan kan je er ook rawfood chips van maken. Maar dat heb ik niet. Zo, het is wat gedept. Ik ga alles nu in de kom gooien. Ik heb een eetlepeltje olie hieronder gedaan, een snuifje zout en wat vers gemalen peper. En dan ja, alles goed onder elkaar zetten, zodat zowel de olie, het zout als de peper overal goed rond zit. En dan ziet het er zo uit. En dan gaan we die op de bakplaat uitspreiden. De chips heeft nu 20 minuten in de oven gestaan. Halverwege heb ik die even omgedraaid. Ik merk wel dat ik, ja, dat wist ik al op voorhand, maar ik had niet alle stukken even dik gesneden. En de dikkere, die zouden nog wat langer mogen hebben, want die zijn in het midden nog te nat. En de hele dunne, die zijn dan een beetje te hard. Dus het is echt wel belangrijk dat de stukken ja, even dik gemaakt zijn. Dus dat is iets waar je zeker op moet letten. En de vorige keer dat ik het gemaakt had, was in de pan gebakken. Toen waren ze ietsjes crispier. Dus nu ga ik ze nog even ja, laten uitharden en kijken of ze beter zijn. Deze ziet er bijvoorbeeld wel heel mooi en krokant uit. Dus die ga ik alles proeven. Dat is eigenlijk een perfect stuk zoals het zou moeten zijn. Dus als je alle stukjes dezelfde dikte kan snijden, dan ga je heel lekkere chips hebben. Wil je zeker zijn dat alles krokant is, dan kan je ze ook frituren. En ja, dan zie je ze omhoog komen en dan is het zeker goed. Gezonder. En ja, dan zijn er misschien een paar stukjes bij die iets te hard of iets te weinig zijn. Maar ja, die te harde, die moet je dan wegdoen. Die te zachte, die eet je dan zo op. Ik ben eens benieuwd of jij ook al eens aardbeerschips gemaakt hebt.
Laat het me zeker even weten bij deze video of dat je dit eens gaat proberen. En of je het in de oven gaat proberen of in de friteuze. Friteuze is het juiste woord. Dus laat me dat zeker even weten. En ja, als je de vorige aardbeervideo's nog niet gezien hebt, check die dan zeker ook nog even. En abonneren kan sowieso. Dan word je op de hoogte gehouden van de volgende video's. En ik hoop je te zien dan bij zo'n volgende video. Bedankt voor het kijken. Bye!